Hoi, leuk dat jullie kijken. Vandaag wil ik jullie laten zien hoe je heel makkelijk dreads kunt maken met behulp van wol. Het staat zowel leuk in loshaar als in een staart. En ik heb dit geïnspireerd op een kapsel dat Floor kleiner maakte bij Anna Nusin. En zij droeg dit op Burning Man. En het leek me dan ook wel leuk om jullie wat verschillende techniekjes te laten zien die jullie kunnen toepassen met het gebruik van wol. En ik heb in dit geval van de kruidvat heb ik een wol gekocht. Ik heb een licht roze, een soort rood-oranje. En eentje waar een beetje dat roze zit, oranje-paars. En ik had dan ook nog van mezelf een bol paarse wol, zodat dit een beetje bij elkaar overeenkomt. In mijn geval, dat wil ik wel van tevoren zeggen, gebruik ik hele felle kleuren. Dat heeft ook te maken met de video. Omdat jullie hem goed moeten kunnen zien, heb ik expres hele felle tintjes gebruikt. Mocht het nou niet je ding zijn, dan kun je natuurlijk kleuren kiezen die heel dicht bij je eigen haarkleur liggen. Dan ga je dus heel erg een dreadlock idee namaken. En je kunt er ook voor kiezen als je donker haar hebt om bijvoorbeeld een beige-achtige wol te nemen of een witte wol. Op die manier lijkt het net een soort highlights. Maar in dit geval gebruik ik dus kleur om het voor jullie mooi zichtbaar te maken en jullie ook verschillende dingetjes te laten zien. Maar dat is even vooropgesteld. Ik ga ook niet per se een heel kapsel maken. Ik ga jullie gewoon allerlei techniekjes laten zien. Dus het is niet zo dat jullie per se heel je haar vol met bolle wol moeten stoppen. Je kunt er ook voor kiezen om 1 of 2 plukjes op deze manier te doen. Maar dit is puur dat ik jullie even wat dingen wil laten zien. Dus dat gezegd hebben, laten we gewoon gaan beginnen. Ik kies er nu voor om aan de zijkant te beginnen. En ik ga gewoon een vlechtje maken. En wat ik dan ga doen is hem wel even vrij strak invlechten, zodat hij goed blijft zitten. En waar je dan even rekening mee moet houden is dat je hem naar beneden trekt als je hem vlecht. Let erop dus dat je niet zo gaat vlechten, dan krijg je namelijk allemaal van die hele gekke vlechtjes die gaan uitstaan. En de bedoeling is natuurlijk dat het gewoon naar beneden valt, gewoon meeloopt met je haar. En ik vlecht hem gewoon door tot in de punten. Gewoon een normale vlecht, dus heel simpel. Ik ben trouwens van de week bij de Redken geweest. Zoals jullie misschien wel weten, werk ik met Redken. En ze hadden een hele gave show, echt wel voor kappers. Maar ik ga er toch een soort compilatie van maken voor jullie, zodat jullie het ook kunnen zien. En het is puur om ideetjes op te doen en je zult zien dat jullie er ook wat aan hebben. Het is niet alleen voor kappers, het is wel gewoon heel leuk om ideeën op te doen voor wat je kunt gaan doen in het najaar, in de winter. En er zaten ook wel wat leuke techniekjes in, zoals het gebruik van bijvoorbeeld glittergel en dat soort dingen. Dus ik denk wel de moeite waard om hem toch op mijn YouTube kanaal te plaatsen. Alhoewel ik toch wel zie dat die een stuk minder bekeken worden dan de kapseltutorials. Maar ja, ik vind het ook gewoon leuk om met jullie mijn professionele leven te delen als het ware. Dus daarom ga ik hem toch erop zetten voor degene die dat wel leuk vinden. Dus ik hoop dat jullie dat waarderen. Nou, ik ben nu echt aan het einde gekomen. Zie je, hij wordt heel dun. Hier ga ik een elastiekje in doen en ik ben natuurlijk weer vergeten om die klaar te leggen. Dus die ga ik even pakken. Wat ik nu ga doen, ik heb gewoon een stukje wol afgeknipt. Die ga ik er bovenin even vastknopen. En dan moet je er wel even op letten dat je hem dus zo klein mogelijk knoopt. Zodat je het knoopje uiteindelijk niet te veel gaat zien. Strek hem een beetje naar het uiterste uiteinde toe. En dan leg je er een knoopje in. En wat je nu gaat doen bovenin, is hem eerst even een paar keer omwentelen. Zodat er echt wel even een wat dikker stukje ontstaat. Ik heb gewoon 3 gelijke stukjes wol gepakt en die ga ik hier vastknopen. Mocht je dat nou vervelend vinden, dan kun je ook hier er dus voor kiezen om gewoon een doorzichtig elastiekje te pakken. Ik doe hem in dit geval maar even 1 keer. En wat ik dan ga doen is ik pak even alle puntjes en ik ga hem daar gewoon omheen draaien. Het is even een dingetje dat je heel goed op gevoel moet doen.
Ik heb nu expres 3 stukjes wol, omdat dat natuurlijk een stuk sneller wikkelt. Anders ben je heel lang bezig met 1 plukje. Je moet even zorgen dat de punten er gewoon mooi in zitten. En ik draai hem wel op spanning, maar niet te strak. Als je hem te strak doet, krijg je weer zo'n plukje die heel stijf zit, wat ik net ook al zei met de vlecht. Dan krijg je dus dat ze gaan uitstaan. En ik zorg er iedere keer voor dat ze goed naast elkaar blijven liggen als ik draai. Ik moet zeggen, zoals dit plukje nu, dat doet me echt denken aan vroeger, of trouwens, volgens mij is het nu nog steeds. Want als je naar het buitenland gaat, dat er dan van die vrouwen zitten die dat haar van al die kinderen doen. Volgens mij heeft, want toen hadden we het in Zuid-Frankrijk, maar volgens mij in Spanje en zo, volgens mij doen ze dat nog steeds. Doe me echt een beetje daaraan denken. En zoals ik al in het begin zei, ik doe nu natuurlijk met hele felle kleurtjes, maar je kunt het ook met hele natuurlijke tintjes doen. Net wat je wil natuurlijk. Maar dit is ook ideaal als je nou een feestje hebt en je hebt de dag zelf bijvoorbeeld heel weinig tijd. Dan zou je er al voor kunnen kiezen om natuurlijk in de avonduurtjes even een paar van dit soort plukjes te doen. Al ga je het opsteken of ga je gewoon met een staart bijvoorbeeld, dan is het nog steeds super leuk omdat je het er gewoon doorheen ziet. En ik zal het je zo ook laten zien, dat als je een staart maakt, dan is het ook gewoon hartstikke leuk. Helemaal tot onder. En hier ga ik zo meteen wel een elastiekje in doen, omdat ik het ja, gewoon niet mooi vind. Ik heb een vrij grote knoop anders. Dus ik hou hem een beetje hier, want hier is mijn haar op, zoals je ziet. Dan pak ik even een doorzichtig elastiekje. Ik gebruik ze altijd van Zenner. Maar in principe maakt het niet zo heel veel uit, want ik zag ze ook bij Action en zo liggen. Dus dat kan ook. Dan heb ik het elastiekje erin. En wat ik nu even doe, en dan moet je even opletten natuurlijk. Hier zit mijn haar. En ik knip hem even gelijk af. Het is juist wel leuk, hè? Weet je, die onafgewerkte uiteinden. Want dat geeft juist een beetje dat. Het is toch een soort van hippie-achtige vibe. Weet je wel, dus het mag best wel. En je ziet ook dat het in je haar ook wel meevalt. Ik heb hier weer een nieuwe pluk opgenomen, ook weer een knoopje gedaan en er weer omheen gedraaid. En wat ik nu ga doen, is ik ga vlechten. Maar dit keer vlecht ik het wol mee. En dat kan op allerlei mogelijke manieren. In dit geval kies ik ervoor om de twee plukjes bij elkaar te doen, maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om er bijvoorbeeld 3 te doen en hem dan echt helemaal even bij elkaar mee te vlechten, dus dat elk plukje haar ook een stukje wol heeft. In dit geval ga ik hem nu zo doen. En dit kun je ook trouwens, dit is ook heel makkelijk om bijvoorbeeld te doen als je een bruiloft hebt of wat dan ook. En zeker voor kinderen is het heel leuk om dat met lintjes te doen. Dan strik je hem gewoon bovenin. Klein strikje, vlecht je hem door, dus met het lint iedere keer een beetje in het zicht. En dan sluit je ook de vlecht weer af met weer een strikje. Dat is ook wel erg leuk. En ja, wat ik zeg, zeker voor bruidsmeisjes en dat soort dingen is het erg gaaf. In dit geval ga ik hem gewoon vlechten, gewoon dat ik denk van nou ja, het hoeft niet per se dat het wol allemaal aan het zicht zit. Ik vlecht gewoon door en ik zie wel hoe het uitpakt. Dat geeft ook een beetje weer dat nonchalante effect natuurlijk. En je kunt ze ook tot halverwege bijvoorbeeld doorvlechten. Dat doe ik zelf ook wel vaak als ik vlechtjes in het haar heb. Dan kies ik ervoor om het tot halverwege te doen en dan doe ik de rest allemaal gewoon krullen. Op die manier ziet het er ook wel leuk uit en heb je toch niet echt helemaal vlechten tot onderin. Ik gebruik weer een doorzichtig elastiekje. Nu moet ik eens leren om dat klaar te leggen. En sorry als ik zo verkouden klink hoor, maar anders dan had ik gewoon geen video deze vrijdag. En
Ik was echt aan het wachten tot het overging, maar ik heb het idee dat het gewoon blijft hangen helaas. En mijn trommelvlies is ook een soort van bol naar binnen. Er is zeg maar vacuüm in mijn oor, omdat mijn oor de luchtdruk in het vliegtuig niet kon regelen. Dus dat is ook wel leuk. En bij 90% geloof ik wat hij zei, 90%, is dat binnen 2 weken opgelost. En ik ben dus een van die 10% waarbij dat dus niet zelf oplost. Dus dat is ook... Aan het begin al zei, is het ook heel leuk in de staart. Ik heb het nu even voor jullie gedaan. Ik heb de kuip lekker gehouden en die plukjes gewoon naar achter gedaan, wel een beetje bovenop gehouden. En dan gewoon lekker dat ze doorlopen in de staart. Nou, ik heb even 4 ideetjes dus aan jullie laten zien en ik zal het even van dichtbij laten zien. Dit is de eerste die we gemaakt hebben. Dan deze met in elk plukje een stukje wol. Deze die helemaal is ingepakt, een gewoon plukje. En deze met paarse wol en dus overal leuk die verdikkingjes, dat het mooi aansluit op je hoofd. En dit zijn even nu mijn ideetjes. Ik ben heel benieuwd, mochten jullie nou zelf ideetjes hebben, mochten jullie hiermee dus aan de slag gaan, stuur die foto's even via Facebook op of tag me via Instagram, dat kan allemaal. Ik ben heel benieuwd namelijk of jullie nieuwe ideetjes bedenken of een speciaal soort wol of wat dan ook vinden. Mocht je nou geen wol hebben, dan kan het ook heel makkelijk met strookjes stof die je dan scheurt. Die gaan er mooi rafelen, heeft ook een onwijs gaaf effect. Ik heb heel erg zitten twijfelen welke van de 2 ik jullie zou laten zien. Ik heb uiteindelijk voor de wol gekozen, maar de stof kan dus ook. En ik hoop dat jullie hem leuk vonden deze video. Laat dus vooral van je horen mocht je ideetjes hebben voor een nieuwe video. Je kunt reageren onder de video in de reacties. Volg mij vooral op social media en ik zie jullie volgende week vrijdag weer met een nieuwe video. Vergeet je niet te abonneren en tot snel. Doei!